dat je kijkt. Ik heb vandaag weer een kookvideo. Ik weet dat jullie dat heel erg leuk vinden, dus bij deze. Ik ga vandaag laten zien hoe ik deze heerlijke pompoensoep ga maken. Het ziet er al heel erg mooi uit. Ik vind die kleur echt prachtig. En het is ook zo lekker. Ik vind pompoen heel erg lekker, maar het wordt gewoon zo weinig gegeten. En pompoensoep is gewoon een leuke manier om pompoen te eten. Het recept is op zich vrij makkelijk, prima te doen. En het is gebaseerd op een recept van Albert Heijn. En dat recept zou ik nog even onder deze video linken. Want dan kan je hem ook even rustig nalezen. Ik heb hem wel iets aangepast, maar goed, dat merk je vanzelf. Wens ik je veel kijkplezier. Wat heb je allemaal nodig? Als eerste de groenten. Dat is een pompoen, wortelen, uien en knoflook. Dan heb je nog een liter water nodig. Een beetje olijfolie, tabasco en komijn is dit. En je kan ook nog voor crème fraîche kiezen. Dat heb ik nu weggelaten. Maar dat is ook lekker om er nog even een dotje bovenop de pompoensoep straks te doen. Het eerste wat we doen is de pompoen in schijven snijden. En een pompoen is vrij hard. Dus gebruik gewoon een goed scherp mes. Kijk, ik kom er zelfs met een scherp mes er niet zo heel gemakkelijk doorheen. Zo. Als je dan de pompoen hebt, kan dit er gewoon uit. Die zaden en die draden, zeg maar, die kunnen er gewoon uit. Dat ga ik even doen. De schil mag er ook af. Alle pompoenen zien er nu zo uit, dus dat de pitten en dat is eruit, de schil is eraf. En dit was het moeilijkste gedeelte van het hele recept, dus nu kan het alleen maar beter worden. Nu gaan we ook de wortel, de knoflook en de uien snijden. De wortel gewoon in reepjes. Knoflook die ga ik denk even persen en die gewoon in kleine stukjes. Ik heb nu 3 eetlepels olijfolie in de pan gedaan. En vervolgens voegen we de pompoen, de wortel en de uitjes toe aan de olie. Na ongeveer 5 minuten doe ik de knoflook erbij. 1 theelepeltje komijn. 1 liter water. En dat was ik net nog vergeten te zeggen, maar we doen er ook een bouillonblokje bij voor net wat meer smaak. En dit laten we allemaal 30 minuten gaar worden. Af en toe een beetje roeren en dan moet het goed komen. We zijn inmiddels een half uurtje verder en het is al een beetje, ja, de groente is zacht geworden. En dan is het eigenlijk perfect voor de volgende stap. Nu is het tijd voor de volgende en hele leuke stap. We gaan namelijk alles even pureren. En dan wordt het, ja, zo'n soort substantie. Nu zijn we toegekomen aan de tabasco. Tabasco is heel erg pittig, dus wees zuinig. Doe er niet te veel in. Ik doe 1 stuk of 5 druppels. En ik denk dat dat al best wel pittig is, maar ik vind dat wel lekker. Dat roer je er even door en je kan ook nog naast smaak wat zout en peper toevoegen. Dit was hoe ik deze heerlijke pompoensoep ga maken. En ik ga hem even proeven. Ik heb trouwens pijnboompitjes opgedaan, meer voor de sier. Je kan ook lekker crème fraîche of zo erop doen. Of iets anders lekkers. En ik heb een klein bakje, omdat ik zo nog ga eten. Dit is gewoon, heb ik nu alvast gemaakt voor straks. Dus ik ga proeven. Heel erg lekker. Oh. Dus die pompoensmaak proef je heel erg goed. En ik vind de pompoensmaak heel erg lekker. Als je het nou pompoen niet lekker vindt. Denk niet dat je deze soep niet lekker gaat vinden, maar je proeft ook een beetje de ui en die kruiden die we erin hebben gedaan. Komijn was dat volgens mij, die proef je ook heel erg lekker. Ja, ik vind dit een hele lekkere soep en hij vult ook best wel, omdat er natuurlijk veel groente in zit. Het is een vrij vullende soep. Dus je zou dit kunnen eten als lunch, maar ook als avondeten. Je kan er een broodje bij doen of niet, net wat jij fijn vindt. Ik vind dit in ieder geval heel erg lekker. Ik ben heel erg benieuwd of jullie het thuis ook gaan maken. Als je het maakt, gebruik dan de hashtag koken met Elise, want dan kan ik alle foto's of dingetjes terugzien daar. Dan wens ik je heel veel succes met het maken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je vaker kookvideo's wilt. En vergeet niet te abonneren natuurlijk als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!